Waarom? Mensen leven als een slaaf tegenwoordig. Ze moeten elke dag vroeg opstaan voor niks, alleen maar om de wereld hier draaiende te houden. Je kan de wereld ook draaiende houden als je gewoon goed geld in je zak hebt. En dat kan op verschillende manieren. We gaan gewoon criminelen oplichten. Begrijp je? Kijk, het is heel simpel. Je hebt verschillende manieren, ja? Ten eerste, je hebt een investering nodig van 400 euro. Je kan hem op verschillende manieren regelen. 1. Je gaat werken bij de Albert Heijn een maandje, je verdient 800 euro, je investeert 400 euro, je hebt binnen een week je geld terug. We gaan je zo vertellen verder, ja? Ga ik je uitleggen hoe dat moet. Volgende. Je zoekt een iemand gewoon van wie je zijn bankrekening kan gebruiken. Weet je, je hoeft hem niet uit te leggen voor wat, als het gewoon een beetje een domme persoon is. Je hebt gewoon een marktplaats-scheme. Je verkoopt zogenaamd iets duurs via marktplaats en je hebt je 400 euro. Je moet zorgen dat je die 400 euro investering hebt. Misschien heb je wel connectie op de straat, kan je van een vriend van jou 5 gram pakken. En dan ga je die 5 gram verkopen, betaal je hem rustig terug totdat je die 400 euro hebt. Maar zorg dat je die 400 euro regelt. Daarna ga je naar in de wijk ergens of in een van je wijken, in een van de buurt kijken. Weet je, wij komen hier uit de grote stad. Daar heb je veel van die winkeltjes, weet je, met die tweedehands computer spulletjes, laptops en zo. Je moet ervoor zorgen dat je een laptop hebt met wifi. Ja, dat kost ongeveer 150 euro hier bij ons. Max 200 euro, dan heb je een snelle laptop. Maar 150 euro is genoeg voor deze team. Qua laptop. Ja. Dan ga je naar een telefoonwinkel, naar je smartphone. Je moet ervoor zorgen dat die smartphone hotspot heeft. Kost ongeveer 50 euro. Ja. Nou, dan heb je al ongeveer 200 euro verspild. Nou, dat is... Waarom? Die smartphone, dat is om anoniem te werken. Gedeeltelijk. Ja? Je gaat online. Met je laptop en je telefoon. Je zorgt dat je in de auto zit, dus niet thuis op een plek waar je kan worden getraceerd. Ga gewoon in je auto, rij ergens rustig naartoe, op een plekje relax, waar geen camera's zijn. Doe je werk vanaf daar. Kijk, ik werk anders, weet je. Ik werk nog toevallig. Ik doe het nu allemaal met een auto met getinte ramen achter. Ik zit rustig achter, niemand ziet mij. Het komt vanuit een busje achter, niemand ziet je. Begrijp je? Dus je moet even kijken, weet je. Je moet het voor jezelf een beetje makkelijk maken. Weet je, niet alles gaat 1, 2, 3 natuurlijk. Begrijp je? Overal zit een klein risicootje aan, maar je moet alle risico's beperken. Weet je, dus ik vertel je zoveel mogelijk. Je gaat online, je downloadt de Tor browser. Ja? Daarmee ga je naar dnsstads.net. Dan heb je het allemaal dark webs. Je pakt gewoon één van de eerste drie. Je gaat daar naartoe, je maakt 5 accounts. Ja? Dan ga je met 1 account. Die neem je heel serieus. Daarmee wil jij producten plaatsen op het dark web. Maar om producten plaatsen op het dark web moet jij 200 euro betalen. Dat ging normaal in bitcoins, tegenwoordig gaat dat in Monero. Waarom Monero? Dat is een anonieme cryptocoin. Bitcoin is niet meer anoniem. Begrijp je? Dus dan betaal je 200 euro in Monero coins. Vanaf dat moment kan je plaatsen. Ja? Dus dan heb je zo 400 euro's op. Toch? Maar je hebt geen geld meer nodig nu. Vanaf nu gaat alleen maar geld binnenkomen. Je hebt jouw account met jou. Die jij betaalt, zeg maar. Waarmee je kan posten. En dan heel simpel. Je plaatst bijvoorbeeld... Dat je cocaïne verkoopt. Je plaatst gewoon een blok coke. Normaal een blok kost daar tussen de 30 en de 40 ruggen. Weet je? Jij zegt dat je hem voor 25 verkoopt of voor 24. Ja? Je pakt een mooie foto van ergens met een mooie coke blok met een stempel erop. Weet je? Het is allemaal een voorbeeld. Je kan nog, als je daar gaat kijken zie je duizenden andere producten. Je kan ook wat bedenken gewoon. Weet je? Maar zorg dat het een beetje realistisch lijkt. Dus je hebt die coke daar zo, want je hebt ook heel veel coke wat daar wordt verkocht. Je moet zorgen dat je een beetje onder de prijs zit. En dan plaats je een mooie plaats, je plaats je advertentie. En dan ga je met die andere 4 accounts die je hebt gemaakt, ga je bij jouw andere, waar die advertentie staat, ga je recensie achterlaten. Waarom? Op het dark web wordt heel veel opgelicht. Mensen kijken naar recensies. Begrijp je? Dus, dan doe je vandaag 1 recensie, morgen doe je er 2 en overmorgen doe je er nog 1. Begrijp je? Je kan ook 10 accounts maken, maar... Ik geef gewoon een voorbeeld van 5 accounts. Begrijp je? Gewoon een goede recensie van very good quality, very fast delivery. Begrijp je? Gewoon een beetje positieve recensies allemaal. Nou, en dan kunnen mensen bij jou, dan gaan ze bij jou kopen. Begrijp je? Nou, reken maar uit. Als iemand 1 keer bij jou een blokje koopt van 24 ruggen, heb je in 1 keer geld terug. Begrijp je? En het werkt daar zo van,
Het is niet van ja, kijken, praten, dit en dat. Nee. Eerst betalen en dan moeten ze maar kijken of ze een bericht terugkrijgen. Dat is het risico wat mensen nemen op het dakweb. Dat is het dakweb. Eerst betalen, dan wordt er gepraat. Daarom kijken mensen naar de recensies. En zo kan je nog duizenden producten doen. En zo kan je miljoenen maken op het dakweb. Ik ben al jaren met dit bezig. Ik weet niet eens hoeveel ik hiermee heb verdiend.